Welkom terug bij Food Fashion Travel. Like, comment en subscribe. Veel kijkplezier. Dames en heren, we gaan in deze video een heerlijke maispap maken. De stippetjes die je ziet is verse nootmuskaat die ik uiteindelijk had toegevoegd. Maar dit is het eindresultaat. Blijf vooral kijken als je dit ook wil klaarmaken. Neem even pauze, like deze video, drop een comment, zorg ervoor dat je abonneert. En zet je notificaties aan. Veel kijkplezier. Ja mensen, nogmaals even videomateriaal van de maispap. En ik had jullie laten zien dat ik rode rozen en gele rozen had klaargezet. Zo, als je maispap wil klaarmaken, kijk verder dan van begin tot eind. Luister aandachtig naar de instructies die ik geef in de video. En maak je eigen maispap. Voordat we de maispap gaan maken, ga ik even mijn bloemen vervangen. De roze en witte rozen zijn niet meer zo mooi en de blaadjes vallen alweer vanaf. Ik heb hier 2 pakken rode rozen en een gele. Gele gaat in het midden. Eigenlijk wilde ik 3 pakken rode rozen, maar het was allemaal op. Ik heb hier een bloemenschaar, kan je bij de Vibra kopen. En dit hoekje vind ik zo leuk. Al mijn spulletjes en mijn mini ovenhandschoentjes. Mini ovenhandschoentjes heb ik bij TK Maxx gekocht. En die plak zelfklevende haakjes via Shine. Ik zal in de omschrijving van de video de productcode zetten. Zodat je bij Shine de zelfklevende haakjes kan kopen. Deze potjes heb ik bij TK Maxx gekocht. Vind ze zo leuk met het haartjes in het midden en de kleuren. Dus we gaan even snel de bloemen regelen. En dan gaan we beginnen met de maispap. Kijk eens aan mijn roosjes. Heel mooi, netjes. Oké, laten we de maispap maken, want daarvoor kijken jullie deze video. Dus blijf vooral kijken, neem even pauze, like deze video. Drop een rode roos, een emoji in de comments. Zo help je me ook verder groeien hier op TikTok. TikTok en op YouTube natuurlijk. En ik ben blij met jullie. Dank voor de steun, de liefde, het abonneren, de comments. Ik waardeer het heel erg. Dankjewel. Ik heb hier 2 zakken mais. Heb ik op de markt gekocht. 7 voor 5 euro. Dus wat ik ga doen, ik ga ze even pellen, goed schoonmaken, wassen met koud water. En dan gaan we ze prepareren om de maispap te maken. En we gaan rustig verder. Ik ga even de mais zo eraf halen hoor. En ik hoef niet veel te doen. En het gaat vrij makkelijk en snel. Je mag het ook raspen, dat deed ik vroeger. Je mag het op je eigen manier doen. Dit is snel, snel. En ik hoef niet heel veel te doen, hè. Het is meer om jullie te laten zien hoe je de maispap maakt. Maar je kan je eigen methode gebruiken. Dat is prima. Ik vind het fijn om het op deze manier te doen. Ja? Over, dat betekent dat ik ongeveer 9 stuks heb gebruikt. Dit is 9 grote
maïskolven die ik heb geprepareerd voor de. Dan weet je ongeveer hoeveel maïskolven ik heb gebruikt. Dus 9 stuks. Hier zijn er nog 5 over. Die ga ik mooi verpakken. Morgenochtend ga ik ze koken. Het is ook lekker om gekookte maïs te eten. So, let's go. Oké, let's go. Ik heb hier een grote kom. Ik heb mijn bak met maïs. Ik heb hier 1 liter water. Misschien dat we niet alles gaan gebruiken. En ik heb een blender staan. Dat is een beetje forceren hoor, met filmen. Ik ga elke keer de blender vullen met maïs. Ik ga het denk ik in 2 keer doen. Dus de helft. En daarna weer de helft in de blender. Yes. En dan voeg ik ongeveer 400 milliliter water toe. Ietsje meer kan wel, want we moeten genoeg vloeistof hebben. Deksel op de blender. Volgende stap is 7 wanneer de maïs klaar is in de blender. Wauw, ik vind de kleur echt zo mooi. Ik pak even op de achtergrond een spatel. Even de zeef een beetje te assisteren. Oké, lieve mensen, we zijn klaar met de blender en 7. Ik ga even hier een deksel op doen om even op te ruimen en af te wassen, dan gaan we verder. Dit zijn de restjes. Je zou het kippenvoer van kunnen maken voor de kippen. Vroeger hadden wij kippen en zo in Suriname en eendjes. Is een idee, maar ga het nu weggooien. Wat een mooie gele kleur, de maïs. Vloeibare maïs. Nou, het is ready. Laten we beginnen met het kookproces. Helaas heb ik geen verse kokosnoot kunnen vinden, maar het zou lekker zijn als je dat wel kon vinden. Kokosnoot openbreken, kokosvlees eruit halen, blender ook 7. Heerlijk, we gaan gewoon kokosmelk uit de verpakking gebruiken vandaag. We gaan verder. Ik heb een hele mooie anti-aanbakpot. Een hele mooie kleur in beige. Ik ga nu 300 milliliter water tot de kook brengen. Doe eerst even deksel op de pan. We gaan rustig verder. Ik zie een beetje al bubbeltjes in de pot. Ik gebruik volle melk. Het is een beetje vermoeiend filmen vandaag. Volle melk. En ik heb weer mijn grote maat eetlepel. Ik voeg 1 kopje volle melk toe in de pot. Om ook even mee te koken. Oké, dit is veel beter. Kunnen jullie het beter zien? Ik ga weer Aroy D kokosmelk gebruiken. Ik voeg ook hiervan 1 kopje toe.
Vervolgens voeg ik wat kokosroom toe. Voor een wat romiger smaak van de maispap. Daarvan voeg ik 59 milliliter is het. Dus 1/3 kop. Als je deze maat eetlepels hebt. Gaan we rustig verder. Ik voeg 1 pakje vanillesuiker toe. Dit is gewoon huismerk vanillesuiker van de Aldi. Je mag meer of minder. Het is aan jou. Toevoegen. Ik voeg ook wat suiker toe. Gewoon witte kristalsuiker. Je mag ook best bruine suiker. Maar dan wordt de kleur van je maïswap anders. 1 en 2 eetlepels suiker. Gebruik even zo'n houten lepel om even te roeren. Oké, dan gaan we rustig verder. Ik voeg amandelsmaak toe. Niet eens een halve theelepel, gewoon een vleugje. Want de essence kan best sterk zijn. Als je te veel toevoegt, dan het heel heftig worden. Ik heb hier ook vanille extra. Voeg ik ook een vleugje van toe. Het kan zijn dat ik straks nog ook een klein beetje toevoeg. Hoor. Voor nu... Nog net geen halve theelepel. Hetzelfde geldt ook voor de amandelsmaak. Even dit goed even laten koken. Voor 5-6 minuten. En we gaan rustig verder. Ik ga nu met deze maat eetlepel steeds... de vloeibare maïs, zeg maar, toevoegen. Ik krijg steeds een... Dit is echt een hele lichte gele kleur. Ik voeg voor nu 2 kopjes toe. En elke keer als het weer een beetje verdikt is, voeg ik steeds meer van de maïs... vloeibare maïs toe. En ik blijf roeren, hè. Dit stukje kan je niet weglopen. Blijven roeren. We gaan weer opnieuw nog een kopje toevoegen. Dus beetje bij beetje. Hiervoor moet je echt geduld hebben. Totdat we alle maïs, vloeibare maïs erbij hebben gedaan. Dus gaan we dit weer even weer verder koken totdat het weer wat verdikt is. En zo gaan we verder. De geur... Oh, de geur, je ruikt echt, het ruikt hier echt naar maïs. Heerlijk. Je begint het al echt te ruiken. Dat het, en je ziet het, het wordt steeds dikker. Naarmate je roert. Ik heb inmiddels al de helft gekookt, maar omdat het steeds verdikt, zijn we nog niet eens de helft van het pot. En zoals ik al zei, we gaan steeds een beetje... Oh, per ongeluk iets laten vallen. Beetje bij beetje vloeibare maïs toevoegen en koken. En koken. We zijn er bijna. En ik zie je straks wanneer we klaar zijn om de gecondenseerde melk toe te voegen. Kaneelstokje en nootmuskaat. Dat hoeft helemaal niet. Je kan het heel simpel houden of op je eigen manier maken. Wat je niet lust of je denkt dit is voor mij te veel.
Kan je gewoon prima weglaten. Je kan het naar je eigen wens, zeg maar, maken. Dus belangrijk, gewoon steeds beetje bij beetje vloeibare mais toevoegen, steeds opkoken. Doordat het echt goed verdikt is en echt pap is. Maar dat ga ik je zo laten zien hoe het uiteindelijk eruit moet zien. Niet weglopen, op midden tot laag vuur steeds langzaam verder koken. Blijven roeren met een houten lepel. Gewoon blijven staan, dan komt het goed. Nou, lieve mensen, we zijn ongeveer een half uur 35 minuten verder. De vloeibare maïsmengsel is bijna op. We moeten nog een klein beetje toevoegen. Nog dit klein beetje moeten we nog straks toevoegen. En dan blijven we het steeds roeren en verder koken. Je hebt ongeveer wel een uur nodig om dit rustig te doen. Maar we zijn bijna klaar. We zijn er bijna. Je ziet dat het echt heel erg verdikt is al inmiddels. Oké, mensen, we hebben inmiddels alle vloeibare mais toegevoegd. Het is best wel dik. Het heeft echt een hele mooie gele kleur. We gaan straks nog gecondenseerde melk toevoegen. Een beetje nootmuskaat erbij raspen. En we gaan een stukje kaneelstokje meekoken. Maar niet die kaneelstokje dat je gewend bent, hè. Ga je straks laten zien hoe het eruit ziet. En dan gaan we afronden. En let erop, maispap, het lijkt nu nog niet super dik. Maar als het eenmaal afgekoeld is, wordt het dikker en de volgende dag ook. Dus je hoeft het niet zozeer te koken doordat het super dik is. Als het maar gaar is, lekker is en ready to serve. Dit lekker eten met je familie, gezin. Zij voor je woont in Suriname. Lekker op balkon met z'n allen in de avond. Iedereen is gebaat. Je hebt voor iedereen opgezet. Als je met een paar mensen bent, kan het in één keer op zijn. Unya ala maispap. Je was de pot gelijk klaar. Heerlijk. En vooral wanneer het regent. Voor de mensen in Suriname, heerlijk zo. En lekker naar bed. Oké, mensen, we gaan nu afronden. Ik heb hier een stukje kaneelstokje. Dit ben je niet gewend, denk ik. Zo'n kaneelstokje, die gaan we ook meekoken. Ik heb inmiddels vuur helemaal even verlaagd, zodat ik tijd heb om dit even snel te doen. Dit koken we 2-3 minuutjes mee. Alright. En een van de laatste stapjes is gecondenseerde melk toevoegen. Ik ga dit niet meten hoor. Voeg dit op gevoel. Weer even verder koken. 2-3 minuutjes. Alright, we zijn eigenlijk bijna aan het einde komen van deze video. Dus we gaan even nootmuskaat raspen. Alles wat je niet leus of je vindt, dat hoef ik niet. Of zo ken ik het niet. Doe lekker je eigen ding. Het is geen verplichting, hè. Ik zou in plaats van nootmuskaatpoeder gewoon een verse nootmuskaat gebruiken. De geur ruik je ook beter en de smaak is ook beter. Zo. Dan gaan we het verder roeren. Dan is de maispap zo klaar. Dit kan je dan, wanneer je de nootmuskaat hebt toegevoegd, kan je het een minuutje of 1 of 2 even nog verder koken. En is het klaar. Zie zo. Omdat ik elektrisch kook, is het nog best wel heet onder de pot. Dus ik blijf het gewoon verder koken. Het is al uit hoor. Maar het, doordat het nog, de plaat nog heet is, blijft het verder koken. Ik laat het gewoon zo staan totdat het helemaal is afgekoeld. Zo, thank you for watching. Als je van begin tot eind hebt gekeken,
drop dan een mais emoji in de comment hier op TikTok. Zorg ervoor dat je liked, abonneer, zet je notificaties aan. En ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ciao.